Dit is de aftrap en de aftrap is van Wageningen, zoals bekend. Het gestart hier als favoriet voor de Eredivisie. En dat moet er dan uitkomen verder in deze wedstrijd. Het eerste schot, zoeken naar het doel. Het schot was van Van der Klift. Peltzer. Alleen Hazelek, hè? Schouwenaar op rechts vrij. Rozenburg. Onrustig afweer. Maar ook dan daarvan niet geprofiteerd door De Groot. Die had die bal terug moeten leggen en gaf hem nu cadeau aan Suffé, terwijl die achterhoede van Wageningen in de knoei zat. Van den Berg. Van Vijfwijker komt. Van Pelt ook. Van Pelt raakte de bal en het is een doeltrap. Hij trapte via de hand van Tukker die om herstel vraagt. Hoekema. Schouwenaar. Kort hoor. Veel te kort. Veel te riskant. Hazelekker. Aardige balbehandeling en scoort. Hazelekker naar de fout. Het cadeautje. Hazelekker maakt dat uitermate beheerst af. En zo leidt Wageningen. Hoekema. Gerry de Jonge. Valt niet ongelukkig. Hoekschop. Hoekschop op Cambuur in de 12e minuut. Hazelekker was terug. Miste samen met Van der Leij. Peltzer. Eindig gelukkig. Zeker gelukkig. Van Pelt. Hoekema geeft nu aan Van Vijfwijker. Zo is het allemaal niet bedoeld natuurlijk, maar het loopt wel zo uit. En het is nu tegen de paal. Hoekema droomt na van het tweede wapenfeit waarbij hij ineens een wagenspeler gelukkig met de bal zou wegstappen. Erkelens. Schouwenaar. Raamswinst op De Groot. Van Wensveen. Schouwenaar. Berwerda. Van Pelt. Wordt gezocht. En zoekt nu positie aan die zijkant. Hier is hij. Hazelekker voor. Bij Rozenburg. Opnieuw Van Pelt. Krappe balbehandeling. Ja, schitterend gedaan. Heel goed. Vertrekkelijk doelpunt van die Jaap van Pelt. Grandioos gevoetbald. Met het kopje erbij. Wetend hoe de tegenstander in de fout moet. En dat, ja, gewoon eerlijk gedaan. 2-0 voor Wageningen na 20 minuten voetbal. Schouwenaar. Grote. Cadeautje. Zo kun je rustig wachten natuurlijk als Wageningen zijnde en dan maar hopen op de counter. Ja, daar ligt hij weer een. Van Pelt. En? Nee, Tukker. Grote. Hoekema. Peltzer in de hoop dat Hoekema snel zou zijn, althans ter plaatse daar. Grote, bewaar wat rust. Erkelens had hetzelfde eigenlijk en deed het ook niet. Maar hij krijgt een nieuwe kans, dat is knapper. Goed meegenomen, Henk de Groot tegen de paal. Ja, zo kan het nog wel. Grote. Heeft geen grote techniek in huis, die Rozenburg. Deze nummer 11 van Wageningen, Gerdo Hazelekker, vastgehouden. Dus daar komt hij weer met zijn gele kaart, Geurts. En hij is bestemd voor Schouwenaar. Omdat die Gerdo Hazelekker vasthield. Hazelekker heeft nu eigenlijk geen tijd voor al die
schriftelijke activiteiten van de scheidsrechter. Hij wil gewoon die vrije trap goed nemen. Kijk maar. Bang. En? Nee. Ja, het was omdat Van Pelt niet werkelijk hard door durfde te gaan, kennelijk. Anders had deze nummer 21 gewoon 3-0 moeten laten maken. Hoekschop. Gevolg omdat nu Tukker er nog aan kon komen. Bram. Niet buitenspel. Nou, terugleggen. En dan kan het goed gewoon raad. Inderdaad. Neushuis zorgt voor 3-0. Tukker is wit uit op de grensrechter. Maar in de 30ste minuut zal niemand dat meer veranderen. Dat derde doelpunt van Neushuis staat er. Van den Berg. Daar komt ja, daar komt Van Pelt weer. En het is weer prijs. Nee, Tukker redt goed. Maar het is opnieuw uitgespeeld op een soepele manier. Vrije trap wegens buitenspel is dit. Rozenburg. Goeie bal. De vrijstaande man is hier. Peltsen. Dan ging hij door naar de achterlijn. Ruud Rozenburg nu wel, maar die krijgt niets. Van Wensveen. Nou, is nog knap moeilijk, ja. Hoogst verrassend wat die Van Wensveen daar nog uitsleept. En Juppé placeert er zich bij, omdat hij zich waarschijnlijk zo onaardig moest wegdraaien. Van Wensveen. De jongen. Weer zo'n rare bal onder de lat. Daar heeft Cambuur toch ineens in de tweede helft het patent op gekregen. Het is de tweede. Eerder probeerde Van Wensveen dat en dat had bijna succes. Nu zat Suvé daar opnieuw op een merkwaardige manier onder die lat. Het was nodig. Hoekschop de Groot. Peltzer. Pangra. Nee, Pangerover. Hazeleger voor Van der Sluis, dat is de wissel bij Wageningen. Verwerda. Hoekschop. Hoekschop van de Groot. Schoonaar loopt er nu onderdoor en dat is de enige man die in de lucht voor een beetje gevaar kan zorgen bij Cambuur. Dus het gevaar was er nu helemaal niet. Dit is de intelligente speler van Wageningen. Hazeleger. En hier Hazeleger, Hazelekke, ja hoor, heeft die kwaliteit? Eigenlijk wel, maar ja, zo'n man hoort er ook wel te scoren. Maar de bewegingen getuigen in ieder geval van klasse. Gerdo Hazeleger, terug te bewonderen in de Eredivisie straks. Hoekema. De jongen, maar wat nu? Drie man van Wageningen achterin, twee van Cambuur voorin. Waaronder deze Peltzer. Ja, hij zoekt de drukte op in plaats van de ruimte die hier was bij de Groot. Natuurlijk, daar moet hij een keer heen. Heel juist. Suvé redden. Met nog 8 minuten te spelen, deze doorgekopte bal naar Van Pelt en dan is het niet raak, nu wel, Hazeleger. Hij scoort nadat Hazeleger doorkopte, een ander wapen van Wageningen bleek, namelijk de snelheid van Van Pelt die doorloopt op het intelligente werk van Hazeleger. En toen was het de nieuweling Hazeleger die inschoot. Hij heeft in de loop van de wedstrijd van de sluis vervangen. 4-0 al met al in de 38e minuut van de tweede helft. Rozenburg. Schouwenaar. Schouwenaar Peltsen. Rozenburg. Knap ingeschoten natuurlijk. En een goede redding van Harry Suvé. Die gewoon wil dat het nu verder op nul blijft daar bij Wageningen. Hij wil er ook zijn onderdeel van hebben. Vanuit dat hij nog even praat met Leushuis.
aardig zijn voor de tegenpartij, dat, nee, dat toch niet. Suve heeft gewoon een eigen idee. Ik wil ook naar de Eredivisie met leuke cijfers. En terwijl de rest al lang al toe is aan het einde van de wedstrijd. Ook Cambuur, dat hier via overleg heeft via Hoekema, houdt Suve er nog een beetje aardigheid in. Hij stond hier naar deze Gerdo Hazelekken. Verweda lette goed op de beenbewegingen van Hazelekken en ging toen nog alsnog in de fout. Kijk, iedereen wil hier wel omhoog. Dat is namelijk de dugout met Frans Kurver, de scheidende trainer van Wageningen, tweede van rechts. En het kan eigenlijk niet zo gek lang meer duren. Geurt zou best kunnen afluiten. Dan is bovendien de ellende voor Cambuur ook afgelopen in deze wedstrijd. Maar het is allemaal nog niet eens officieel afgelopen. En misschien trekt Geurt ook nog wel wat bij. Waarom eigenlijk? Ja, het heeft geen zin. Maar zo'n wedstrijd staat nu helemaal te boek voor 2 keer 45 minuten. Nu is het afgelopen. Wageningen is weer in de Eredivisie door de nacompetitie van de eerste divisieclubs te winnen. Wageningen was eerder in de Eredivisie, toen duurde het maar kort. Maar hield de ploeg er toch nog in ieder geval die aardige staantribune en open daar aan de overzijde. Nu viert de ploeg gewoon feest met de ploeg die in de nacompetitie het beste was. En hier vanavond tegen Cambuur geen problemen kende. Ziet er voortreffelijk uit, Gerdo Hazelekken. Ik bedoel dan vooral de wedstrijd natuurlijk die je vanavond speelde tegen Cambuur. Kon eigenlijk niks stuk, hè, na dat eerste goede moment van jou mede. Ja, het ging lekker. We waren natuurlijk allemaal goed gemotiveerd. En dan zie je wat agressiviteit van mag, met een mooi woord. Ja, niet alleen agressiviteit, want jij bent zeker een speler die het ook een beetje met de koppie doet, hè? Nou...